De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, vraagt in verband met Wereldwaterdag morgen aandacht voor de waterproblematiek in de achtergestelde gebieden van Suriname. Een van de gebieden die dringend behoefte heeft aan goed drinkwater is Goede Verwachting, waar ruim 40 gezinnen al 9 jaren leven zonder water. Hoewel vanaf 2014 Goede Verwachting is aangesloten op het waterleidingnet, beschikken niet alle gezinnen over drinkwater uit de kraan. Buurtbewoner en nieuwste hoofdbestuurslid Patricia Pinas-Mainzi vertelt onder welke omstandigheden de gezinnen leven. Het water dat nu wordt gebruikt, wordt gepompt uit het Saramaka-kanaal. Door het gebruiken van het water uit het kanaal krijg je last van uitslag die kinderen, wij ook, jeuk, allerlei soorten bacteriële infecties moet ik maar zeggen. En de overheid zal wat moeten doen, want we zijn mensen, al zijn we occupanten. We hebben recht op schoon drinkwater. We zijn burgers van Suriname. En ik zeg dat dit wel aangepakt moet worden. Het is een heel dringende situatie. Nu is droge tijd, correctie. We hebben helemaal geen water. Uit dat kanaal kunnen we voor vandaag ook geen water meer halen. Want allerlei rommel komt zich ophopen van waar we dat water moeten pompen. Waar moeten we naartoe? Er is deels waterleiding geplaatst, maar hier niet. En ik heb het gevoel... Ik zou bijna willen zeggen van het is een feit dat we zijn uitgesloten van schoon drinkwater. Omdat men op de hoogte is dat we geen schoon drinkwater hebben. Dus ik hoop dat er wat aan gedaan wordt. Ik roep de regering op bij deze dat ze niet wachten om dit aan te pakken. Nu is het verkiezingstijd. Je krijgt een heleboel partijen hier. Maar het probleem wordt niet opgelost. Ik woon al 9 jaren hier en er zijn diverse partijen hier gekomen. En ze hebben het niet kunnen oplossen. En ik sta nu hier. Als lid van het hoofdbestuur van PRO, dat dit aangepakt moet worden. Niet voor mij alleen. Er zijn meerdere burgers, maar de mensen zijn bang voor de camera en ik vertegenwoordig ze. We hebben schoon drinkwater nodig. We hebben recht erop. En ik sta op mijn woorden. Ondervoorzitter van PRO, Joe Nipte, vindt dat de regering zich humaan kan opstellen naar de buurtbewoners. Daar toegang tot water een universeel recht is. Weet u hoe erg het is om schoon drinkwater te ontberen? En de mensen hebben het geld ook niet om de flesjes water te kopen in de winkel. De mensen hebben er recht op. Ze hebben er recht op. En het is een taak van de overheid om daarvoor zorg te dragen. Vandaar dat ik dus de mensen ondersteun, absoluut. Wij hebben ook vanuit de PRO een brief gericht aan de directeur van de SWM. En die heeft dus toegezegd om serieus naar het probleem te kijken. We wachten. Het is nu droge tijd, waardoor er inderdaad helemaal geen water is. We hebben water opgehaald. We hebben dus mensen gevraagd om inderdaad te helpen om een water aan te leveren. Zodat we dus ook de mensen van water kunnen voorzien. We hebben dus ook de SWM gevraagd om zo snel als mogelijk met hun voorraadwagens hier aan te rijden. Zodat ook de mensen inderdaad over wat water kunnen beschikken. Dat de mensen dus hun vaten buiten zetten en dat ze dus inderdaad over water kunnen beschikken. Ondervoorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling, Joe Nipte, over de waterproblematiek te Goede Verwachting. Ook de Moeiekreek in Brokopondo, Nieuw-Aurora en Kwamalasamutu hebben geen drinkwater, zegt Nipte.